Deze uitspraak komt heel hard binnen bij de nabestaanden. Ze zijn boos, woedend, voelen zich niet serieus genomen. Saskia, de uitspraak in het hoger beroep van de Mallorca-zaak is geweest. Meest opvallende vrijspraak voor Sanil B. betreffende de dood van Carlo Heuvelman. Ja, het Hof zegt dat kan niet bewezen worden dat hij daarbij betrokken was. Sanil B. heeft bij verschillende gelegenheden, zegt het Hof, extreem geweld gebruikt. Schrok er niet voor terug om mensen die op de grond lagen ook tegen het hoofd te schoppen. Maar dat kan niet worden aangetoond als het gaat om Carlo Heuvelman. Vanaf dag 1 heb ik toegezegd aan de ouders om alles samen met plasma eruit te halen wat eruit te halen valt. En als deze uitspraak dan uitkomt, ja, dan is dat een opluchting. Geeft een voldaan gevoel. Aan de andere kant realiseer ik me echt wel goed hoe vreselijk dit kan zijn voor de nabestaanden. Deze uitspraak komt heel hard binnen bij de nabestaanden. Ze zijn boos, woedend, voelen zich niet serieus genomen, verliezen eigenlijk hun geloof in de rechtsstaat in Nederland. Dat het kennelijk kan gebeuren dat er iemand het leven uitgeschopt wordt, want dat staat wel vast. En dat als iedereen zijn mond houdt, daar niemand voor verantwoordelijk is. Het DNA op de linkerschoen van Sanil B. Hij had als enige DNA op zijn schoen van Carlo Heuvelman. Maar, zegt het Hof, dat was een hele kleine hoeveelheid. Het is bovendien niet duidelijk of dat nou ging om bloed, om huidcellen of om speeksel. En er valt niet vast te stellen op welke manier dat erop is gekomen. Dat kan ook op andere manieren gebeurd zijn. Dus ja, al met al komt het erop neer dat het Hof zegt onvoldoende bewijs voor betrokkenheid van Sanil B. bij de dood van Carlo Heuvelman. Het is afgrijzelijk aan de ene kant, aan de andere kant. En iemand ten onrechte veroordelen voor de dood op je zoon. Daar heb je ook niets aan. De uitleg vandaag was sumier. We moeten het vonnis, of het arrest moet ik zeggen, het is bij het Hof, goed bestuderen om te kijken waarom ze tot dit oordeel zijn gekomen. Maar een ander oordeel had wat ons betreft, zeker ten aanzien van Sanil, meer voor de hand gelegen. Ja, ik denk dat dit een enorm teleurstellende uitkomst is voor de nabestaanden van Carlo Heuvelman. Maar ja, zoals je net advocaat Boumanjal van Sanil B. ook al hoorde zeggen, je wilt niet dat iemand wordt veroordeeld van wie niet is komen vast te staan dat hij erbij betrokken was. De rechtbank zag eerder dat die betrokkenheid wel en veroordeelde hem tot 7 jaar. Ja, het Hof ziet dat niet. De advocaten gaan nu samen met Sanil B. overleggen of er wellicht aanknopingspunten zijn voor cassatie, dus een gang naar de Hoge Raad. Juridisch zie ik aanknopingspunten voor cassatie. Maar ik moet er heel eerlijk zeggen niet aan denken. Ik moet het met cliënt bespreken. Ik zou hem niet adviseren. Ik geloof dat ze dik tevreden zijn met deze uitspraak. Ook al is hij veroordeeld tot 32 maanden cel, waarvan 3 voorwaardelijk voor 2 pogingen doodslag en het gebruik van openlijk geweld. Ik ga er niet op afdingen. Echt niet. Hij heeft zich daar misdragen. Dat heeft hij ook gezegd. Maar ik heb tijdens mijn pleidooi, als je goed hebt opgelet, gezegd, dit is 1 zwarte bladzijde in een verder blanco boek die hij heeft. Hoe nu verder voor de nabestaanden? De nabestaanden kunnen nu weinig. Theoretisch kan het Openbaar Ministerie in kunnen verdachten in cassatie. Dat geeft maar beperkte mogelijkheden. Maar de nabestaanden kunnen daar niks in. Dus die zullen dit moeten accepteren. Maar ja, dat ze het niet kunnen accepteren, dat staat wel als een paal boven water. Tijdens de behandeling in december heeft de moeder van Carlo een heel emotioneel beroep gedaan op de verdachte om toch gewoon openheid van zaken te geven. Want, zegt zij, het kan niet zo zijn dat mijn boomlange zoon van 1,96 meter door iedereen over het hoofd is gezien en dat niemand weet wat er is gebeurd. Het antwoord, en dat vindt ook het Openbaar Ministerie, zit bij deze verdachte, maar die houden allemaal hun kaken op elkaar. Dus ja, voor de familie Heuvelman is dit boek nog lang niet gesloten.